Doe jij wel eens aan sexting? Dat is het ontvangen en versturen van seksueel getinte berichten, foto's of video's. Dat kan heel leuk en spannend zijn en er is vooral helemaal niets mis mee. Maar wat nou als je berichten worden doorgestuurd door je vriendje naar zijn hele voetbalteam? Of jij wordt gechanteerd met naaktbeelden. Bijvoorbeeld dat iemand tegen jou zegt: als jij niet meewerkt, dan zet ik alles online. Als je aan sexting doet, blijf vooral bij je eigen gevoel. Durf je grenzen niet aan te geven of voel je een beetje twijfel? Blijf altijd bij je gevoel en doe het dan vooral ook niet. Het gaat ook helaas wel eens mis met sexting en daarom is er nu een veranderde wet. Het is namelijk strafbaar om als 18-plusser aan sexting te doen met iemand jonger dan 16 jaar. Is iemand 16 of 17 jaar en kwetsbaar, dan is sexting ook strafbaar. Krijg je een naaktfoto doorgestuurd van een jongere of stuur je hem door naar een van je vrienden alleen maar om te laten zien? Strafbaar. Bedenk eens hoe schadelijk het is voor degene op de foto. Stel jij bent het en iedereen ziet jou, dat zou je zelf natuurlijk ook niet willen. Wij vinden het van belang dat jij hiervan op de hoogte bent. Maar weet ook dat sexting hartstikke leuk is, bij je leeftijd past en dat het heel normaal is om online te flirten. In ons artikel op Jouw 030 lees je meer tips over hoe je veilig aan sexting kunt doen en bij wie je terecht kan voor hulp in Utrecht.